In Morgedal, de bakermat van de skisport, begon de estafette waarin het Olympisch vuur over een route van 225 kilometer naar Oslo werd gebracht. De fakkel die werd ontstoken in de woning van Sondre Norheim, de man die de wereld skiën leerde, werd door 100 Noorse skiers naar de hoofdstad gedragen, waar men er tijdens de openingsceremonie der Olympische Winterspelen het Olympisch vuur mee zou ontsteken, dat gedurende de Spelen zal blijven branden. De Noorse prinses Ragnhild werd op de openingsdag in het Bislettstadion door 30.000 enthousiaste Nooren begroet. Direct nadat zij het erepodium had betreden, begon de opmars der deelnemende landen. Volgens de traditie opende Griekenland het defilé. In alfabetische volgorde kwamen vervolgens de ploegen van de andere landen. Grote vertegenwoordigingen van Canada en van de Verenigde Staten. Een bescheiden ploeg van Nederland, waarbij we Kees Broekman herkenden. Nadat alle 30 landen voorzichtig de spiegelgladde baan waren opgeschuifeld, sprak prinses Ragnhild de openingsformule uit. Direct daarop werd de Olympische vlag gehesen. Op dit ogenblik kwam de laatste skier van de fakkelestafette het stadion binnen. Het was de kleinzoon van de grote poolreiziger Fridtjof Nansen. Toen het Olympisch vuur met de fakkel was ontstoken, kwam de plechtigheid van de eedsaflegging. De Noorse kampioen skispringen Falkanger legde namens alle deelnemers de Olympische eed af, die luidt: wij zweren dat wij op eerlijke wijze bij de Spelen zullen mededingen, in de geest van ware sportiviteit, tot eer van ons land en tot roem van de sport. En hiermee waren de 6e Olympische Winterspelen officieel geopend. Diezelfde middag begonnen de schaatswedstrijden over 500 meter. Onze landgenoot Gerard Maarsen leverde een uitstekende prestatie door de sterke Noor Safteland, die tot de kansspeler gerekend werd, in een prachtige, fanatiek gestreden race te verslaan. De Noor had weliswaar een slechte start gehad, maar Maarsen reed zo snel dat zijn tegenstander wel dichtbij kon komen, maar hem niet voorbij. Maarsens tijd van 44,2 seconden was niet voldoende voor een prijs, maar bracht hem toch ineens bij de 10 beste sprinters van de wereld. De Amerikanen waren op deze 500 meter de sterkste. Dat bleek vooral in de rit van Ken Henry, die de Canadees McKay naast zich kreeg. Dat wil zeggen alleen op het eerste deel van het traject. Henry wist zich namelijk al spoedig los te rijden. En in prachtige sprinterstijl joeg hij over de baan naar een tijd van 43,2 seconden. En daarmee naar de Olympische titel. Ken Henry was 17e seconde sneller dan de winnaar van de zilveren medaille, ook een Amerikaan. De volgende dag werden de wedstrijden op de 5000 meter verreden. De grote Noor Andersen startte tegen onze landgenoot Wim van der Voort. De eerste 600 meter legde Andersen af in 58 seconden. Sneller dan van der Voort, die zijn tempo niet kon volgen en langzaam achterraakte. Ronde na ronde groeide de voorsprong van de Noorse schaatsmatador, wiens ongelofelijke bochtentechniek de kenners in verrukking bracht. Hjalmar Andersen behaalde zijn eerste gouden medaille in de nieuwe Olympische recordtijd van 8 minuten en 10 zestiende seconden. Voor Nederland was een zilveren medaille weggelegd. Kees Broekman zou die behalen door een uitstekende tijd in zijn race tegen de Oostenrijker Mansbach. De eerste ronden bleven ze dicht bij elkaar. Ook Broekman, die in Noorwegen zeer geliefd is, werd luider toegejuicht. Hier is duidelijk het verwisselen van baan te zien, dat na elke ronde moet gebeuren. Broekman was gestart op een schema van 8 minuten 22, waaraan hij zich precies wist te houden. 8 minuten 21 zestiende seconde werd tenslotte de eindtijd, die voldoende was voor de tweede plaats en dus voor de zilveren medaille. Op de eerste rit van de 1500 meter kwam Andersen uit tegen de Engelsman Hearn. Weer had de Noorse kampioen een bijzonder goede start. Hearn kwam ten val, waardoor Andersen de rest van het traject alleen, zonder strijd dus, moest rijden. Hij deed dat in prachtige, vloeiende stijl, geïnspireerd door het donderend gejuich van het publiek. Bij de finish werd voor Andersen een tijd afgedrukt van 2 minuten 20,14 seconden. Juist voldoende voor de gouden medaille. Want Wim van der Voort, die door iedereen als de grote favoriet op dit nummer werd beschouwd, bleek iets langzamer, hoewel hij tegen de Japaner Sato een uitstekende race reed.
jaar lang had Van der Voort zich op deze wedstrijd geconcentreerd. Een wedstrijd waarin hij de zo fel begeerde Olympische titel kon behalen. Het mocht niet zo zijn. Op een zware baan en gehinderd door lichte sneeuwval kwam hij ondanks een machtige eindsprint 0,2 seconden later dan Andersen over de finish. Zilver dus voor Van der Voort, die met dit resultaat niet te min tevreden mag zijn. De laatste dag van de schaatswedstrijden bracht weer een overwinning voor Hjallis Andersen. Nu op de langste afstand, de 10.000 meter. Voor de kleine Japanner Sugawara was het al gauw een onmogelijke opgave om bij te blijven. Ook al weerde hij zich bijzonder dapper. Andersen leverde in deze race een grootse demonstratie van zijn technisch meesterschap op de schaats. Met de regelmaat van een goed geoliede machine draaide hij ronde na ronde in hetzelfde gelijkmatige tempo van 40 seconden precies. Niet 1 seconde meer en niet 1 minder. De regelmaat werd alleen even onderbroken toen hij 8 ronden voor het einde de Japanner inhaalde. Maar spoedig was het tempo weer terug. Sugawara bleef met korte streken achter Andersen aanrijden. Onder daverend gejuich van zijn bewonderaars gooide Andersen tenslotte de armen los. In een magnifieke eindspurt gleed hij naar de finish, naar zijn 3e gouden medaille. Zijn tijd van 16 minuten 45,18 seconden was een nieuw Olympisch record. Kees Broekman kon deze tijd niet verbeteren. Dat wist iedereen, hij zelf ook. Maar wat hij wel kon was proberen Andersens tijd zo dicht mogelijk te benaderen. En dat deed hij. Zijn race tegen de Zweed Asplund, die toevallig dezelfde voornemens had, werd een van de spannendste van dit hele schaatstoernooi. Gedurende het grootste deel van het traject reden de beide atleten dicht bij elkaar. Pas tegen het einde nam Broekman enige voorsprong, maar de Zweed wist deze weer teniet te doen. Ten slotte bracht een zeer snelle laatste ronde Broekman definitief aan de kop en zijn eindsprint besliste alles. 6 seconden eerder dan Asplund gleed hij door de finish, recht in de armen van zijn overgelukkige Noorse bruid. Broekman dus weer een zilveren medaille. Na de grote Andersen is hij dus de beste lange afstandsrijder ter wereld.